plek hier. Hollandse keuken, dat is toch wel echt heel handig zo'n beetje onder in Europa. Macaroni met rauwkost, dat lijkt me echt niet vreed, maar goed. Saté, heel goed. Bolognese, moet je altijd hebben. Hupsakeetje, kaasvlees, we hebben alles. Bingo, de Hollandse hap. En ik ontmoet hier een allervriendelijkst Haags stel. Hé, hey, en maar vertel eens even, waarom komen jullie altijd hier? Wat vind je? Ja, gezellig hier zo. Het is thuiskomen. Ja? Ja. En hoeveel jaar komen jullie al hier? 21 jaar. Zo. En wat is er veranderd in die tijd? Heel veel. Heel veel, ja. Dit was er allemaal niet. Nee. Er was helemaal niks hier. Stabits was er nog niet. En hoe ziet jullie dag eruit? De dag eruit. Lekker zonnen. En dan winkelen, lekker eten ergens op het terrasje. Lekker mensen kijken op het terrasje. Wat staat er dan op het menu? Wat eten jullie? Nou, ik zou even, als ik u was, even die kaart kijken. Waarom heet gewoon u? Nou, ja, jij... Ik zou eens even kijken. Jij bent meer van het halve kippetje. Bami. Bami en een halve kip dan. Even kijken wat ik hier zou bestellen. Nou, we hebben dus een... Hey, hagelslag pindakaas kan je ook krijgen. Je kan hier alles krijgen, Bo. Nasi. Ja, die is heerlijk. En wat wordt er gedronken? Een biertje, een wijntje. Een biertje, ja. Het is een beetje vroeg nu, hè? Nou, ik heb er eerlijk alleen gehad, hoor. Kwart voor één. Dat mag toch? Eentje zit in de blok. Ja, eigenlijk moeten we er eentje nemen, vind je niet? 3 tappies, alsjeblieft, Kees. Heerlijk. Heerlijk. Dank je wel. Bets, wat drink jij? Ja, doe mij ook maar een biertje. Ja. Kijk eens aan. Ik ben een auto. Oké, okay. Jongens. Of gezellig in sauce. Ja. En dan willen we een Hollandse hap eten ook natuurlijk. De menukaart van Uitbater Kees komt me bekend voor. Maar wat neem je het liefst? Wat neem ik het liefst? Kijk, het liefst neem ik altijd een saté van Betsy, want die is echt. Maar waarom zo doe je dat dan niet? Lekker. Heb je daar geen zin in dan? Ja, daar heb ik wel zin in. Terwijl de keuken aan de slag gaat met deze culinaire hoogstandjes, nemen Corrie en Tome mee naar hun gezellig appartement, waar ze al 21 jaar komen logeren. Dit is altijd ons appartementje. Oh ja? Leuk, hè? Ontzettend heel romantisch. Heel gezellig. Heel romantisch. Ja, ja. En lekker een tweepersoons bedje, net zoals thuis. Wat goed. Dan kunnen we heerlijk... Tegen elkaar aankruipen. Nou, wat gezellig. Zo is het. Na 50 jaar mag dat nog steeds. We hebben heerlijke bloemen. En als je de overkant hebt, want dat is een hele grote disco, hè? Een hele grote disco. Ja, ik moet zeggen club. Club, ja, maar hij is leuk. Ja. Hij is leuk. Ik vind hem leuk, hoor, Starbeats. Lekker toch voor die jeugd. Maar, treed je dan niet uit je bed? Nee. Nee? Nee, je hoort wel boem, 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 boem. Dat hoor je wel. Ja. Maar, nou, daar lig ik naar te luisteren en dan val ik in slaap. En hoe dansen jullie dan ook een beetje? Nou, we hebben gisteren nog iets samen gedanst. Hier? Ja, kijk, want ik heb daar een radiootje staan met Nederlandse muziek erbij. Ja. Kijk, die dingen. Oh, maar dat zou ik wel even willen zien als dat mag. Kijk. Nou, prachtig. Romantischer worden toch gewoon niet? Ja. Ja, daar krijg ik echt kippenvel van. Dat vind ik heel mooi. Heel mooi, heel mooi. Wat lief. Het is toch zo mooi dat je dan zo'n man getroffen hebt. Ja. Waar je dan de hele leven lang nog mee kan dansen. En in een tweepersoons bed ligt. Dat doen we nog steeds hoor. Ja. Zullen we naar die kip gaan? Ja, we gaan naar de kip en de saté. Okay. Corrie en Toon, wat een geweldig liefdesstel. We sluiten af met hun favoriete lunch bij hun favoriete restaurant hier in Gersonisos. Oh, ja. Heerlijk. Oh, kijk. Nou, eet smakelijk, hè? Eet smakelijk, ja. Twee schatten van mensen die genieten van hun vakantie en van elkaar. Hoe is het met de saté? Is het goed? Ja.